Wat verwachten jullie van het beleid van Donald Trump? Dat is nog onduidelijk. Uit zijn campagne weten we dat hij de economie een stevige bestedingsimpuls wil geven met investeringen in infrastructuur en lastenverlaging. We weten ook dat hij erg negatief staat ten opzichte van buitenlandse handel. Nou ja, het eerste zal zich volgend jaar waarschijnlijk gaan vertalen in inderdaad meer uitgaven die op korte termijn de groei zullen bevorderen. Dat zullen we in de loop van volgend jaar gaan zien en in 2018 nog veel meer. Maar op langere termijn wordt dat tegengewerkt door een scherpe verslechtering van de overheidsfinanciën. En door het feit dat Amerikanen inderdaad protectionistischer zullen zijn. Dat is slecht voor de internationale handel en dat is ook slecht voor de Amerikaanse economie. En hoe serieus is het gevaar van een Chinese groeivertraging? Vrij serieus. De Chinese economie is al behoorlijk scherp vertraagd. Is al scherper vertraagd, denken wij, dan officiële cijfers suggereren. En tegelijkertijd zien wij dat in een aantal hele grote steden in China zich grote zeebellen hebben gevormd die op het punt van knappen zouden kunnen staan. En als die inderdaad knappen, dan zullen de Chinese beleidsmakers nog alle zeilen bij moeten zetten om de economische groei zelfs op het huidige lagere niveau vast te houden. En handelsconflicten met de Verenigde Staten zijn uiteraard ook heel slecht nieuws voor China. Dus we zijn daar vrij zorgelijk over, ja. En welke kant zal het de komende jaren opgaan in Europa? In Europa staan wij het komend jaar toch een beetje voor de keuze van hoe verder. We zien dat het huidige beleid langzaam maar zeker zijn houdbaarheidsdatum nadert of misschien heeft overschreden. Dus we denken dat er nog wel iets van ruim monetair beleid zal zijn. Maar als uitvloeisel van alle verkiezingen die we volgend jaar zien en het besef dat in heel veel landen nog veel meer moet gebeuren dan nu al gebeurd is, veel meer banen moeten worden gecreëerd, denken wij toch dat we een terugkeer zullen zien van het ruimer begrotingsbeleid in de meeste landen in combinatie met economische hervormingen. Dat is op lange termijn goed nieuws, maar volgend jaar is het boven alles heel erg onzeker.